to meet our players. Ladies and gentlemen, three times the Lakeside finalists, it's time to meet the Silverback, Tony En dan gaan we dan, dag 7 van de Grand Slam of Darts 2013 in Wolverhampton. Twee kwartfinales tussen de BDO en de PDC. Te beginnen met Tony O'Shea tegen Robert Thornton. En ik zei het al in de aankondiging, en u weet het waarschijnlijk ook wel, als u een trouwe volger bent, het is vanaf nu best of 31 legs. Wie het eerste 16 legs wint, die gaat door naar de halve finale. Ook weer best of 31 legs. En ook de finale zal volgens dat systeem worden gespeeld. We hebben er nog 8 over. En dit zijn de eerste 2. Thornton mag nog 1 keer gooien en dan gaat O'Shea zo meteen beginnen. First leg, Tony to throw first. Game on. Tony O'Shea. De bedwinger van Andy Hamilton in de 8e finale. 41. 10-7 gewonnen. Legde daarvoor de basis door van 3-3 naar 6-3 te gaan. En daarna alles goed te doen. Ja. Het was heel moeilijk te breken met name in die partij. En O'Shea speelde eigenlijk het hele toernooi gewoon al goed. Constant niveau, geen rare fouten, geen rare dingen. En bijna 97 gemiddeld en bijna 50% op zijn dubbels. Ja, dan is hij gewoon lastig te verslaan. Zul je echt goed moeten spelen om hem te verslaan. Helemaal niks mis mee. Thornton stond in de 8e finale tegenover Mervyn King. 140. Had het nog iets moeilijker dan O'Shea. Won met 2 legs verschil in plaats van 3, zoals O'Shea deed. 10 tegen 8. Had een hele mooie 161 finish aan het eind. 40. Dat was meteen ook de beslissende break in die partij.
En nu dus tegenover elkaar. Nou ja, Thornton was wel wat meer wisselvallig. Had een goed begin, een zwak middenstuk en een goed einde. Dat was uiteindelijk voldoende. 35. Nou, dit is lang, hè. Deze mannen weten wat het is om dit soort lange partijen te spelen. Hebben allebei op grote toernooien al lang in het toernooi gezeten. En dan speel je eigenlijk altijd over een lang format. Er zit er geen verrassing in en beide mannen zullen ook niet panikeren heel snel. O'Shea zit wel meteen in zijn eerste leg. In de probleempjes. Hij krijgt toch nog een kans om zijn huid te redden vanaf 120. Het begin is goed. Het vervolg is ook geen probleem. En tops. Nee, die zit er net naast. Het publiek had het idee dat hij erin zat. Heel even in ieder geval. Hij zat er ook heel dicht tegenaan. Maar toch is hier Thornton voor tops. Hier is Thornton voor dubbel 10. Dubbel 10. Rob Thornton. Second leg Robert to throw first. Game on. Het zijn twee mannen die gewoon zullen spelen. Geen rare fratsen. Dat soort dingen hoeven we in deze partij in ieder geval niet te verwachten. 60. Dus verwacht ik dat we ook wel tot een goed niveau kunnen komen. Omdat ze allebei de kans krijgen om te spelen. Ja, Thornton natuurlijk vorig jaar de UK Open gewonnen. 100. Goed half jaar minimaal gedraaid toen. Op het WK was hij wat minder. Premier League was hij heel goed. Maar ja, dit jaar 140. Valt het toch een beetje tegen. Nog niet echt hele grote dingen van Thornton gezien. Stilte voor de storm? Ja, het zou kunnen natuurlijk. 120. O'Shea gaat in ieder geval met Thornton mee in deze leg. Om te kijken of hij misschien wat kruimels op kan rapen zometeen. 81. Rubber, you require 137. 99. Tony, you require 142. Hij krijgt een kans in ieder geval, O'Shea. Vanaf 142. Maar die kans is nu weg. 90. Dus toch weer Thornton voor dubbel 19. Aan de binnenkant. Dus heeft hij maar één kans op dubbel 8. En die gaat er een heel eind naast. Dus O'Shea met nu een reëel uitzicht op de rebreak. Die moet zijn dubbel ook nog even gooien. En die gooit hem ook niet. En zo is dit een moeizaam begin. Van deze eerste kwartfinale. Maar wel 2-0 voor Thornton. Gemiste kans dus voor O'Shea. Maar goed. We hebben nog een hele lange weg te gaan. 140. Thank you.
134. Ze gaan even allebei aan de gemiddelden werken. 180. En O'Shea doet dat zelfs in extreme mate. Met de eerste keer 180 van de wedstrijd. 100. Ja, dan pakt dat laten vallen van die tweede dart toch niet goed uit voor O'Shea hier. Maar goed, hij komt terug voor 96. 140. Tony required 96. En dan wil je Thornton geen kans meer geven op ook nog eens 3-0 natuurlijk. Nou, die gaat hij wel krijgen. Wel zeker. 50. Robert Urico 127. 127. Hij heeft één triple nodig om naar een dubbel te mogen. Die triple heeft hij. Met twee triples mag je naar een mooie dubbel. Nu moet het via bullseye. Maar kan wel. Maar kan wel. Thornton. Pakt de 3-0 voorsprong, zeg. Full flag Robert to throw first. Game on. En de eerste 100 plus finish. 127 om precies te zijn van The Thorn. Ja, Lip. We zitten nog steeds vroeg in de partij, maar O'Shea moet wel gaan beginnen nu. Nou goed, je kan een partij niet winnen in het begin, maar je kan hem wel verliezen in het begin natuurlijk. Praktijk leert in dit soort formats, ja, als je eenmaal een leg of 5-6 achterkomt, dan ga je dat normaal gesproken echt niet meer terughalen. Gebeurt wel eens, maar ja, dat zijn echte uitzonderingen. Hebben we Henkies in doen, maar ja. Dat was in een heel kort format natuurlijk. Ja, ja, je ziet het wel eens, maar dat is echt heel zeldzaam. Meestal is het gewoon recht naar huis en haard. Want dan heeft de ene speler gewoon zijn dag niet. 95. Je moet gewoon op dat scorebord zien te komen. Nee, O'Shea, hij vindt de triples lastig voorlopig. En je ziet het aan Thornton ook, die is blij met één triple. O'Shea moet naar beneden eigenlijk om een finish over te laten. Doet dat niet. Ja, gooit een triple, dan hou je ook nog een finish over. 158 voor Thornton. Eén keer triple 20 erin. Twee keer triple 20 erin. Dubbel 19 voor Thornton. 4-0. Nee, dat nog niet. Maar ja, ook O'Shea heeft weer geen makkelijk hoor. Ja, hij moet toch wat. Dan maar dit misschien. 16 en bullseye. Ja. O'Shea doet iets terug. Tony O'Shea. Net hadden we die 127 van Thornton nu. 123 van Tony O'Shea. En daar pakt hij de eerste break terug. En komt hij aan de hockey. Om de vijfde leg te beginnen. 95. 83. Daar. De eerste liederen voor O'Shea. Het inspireert Thornton. Eerste voor Thornton ook nu. 100.
Ja, wel weer Thornton met het initiatief. Zeker. 59. Alhoewel, O'Shea misschien hier het kan overnemen. Maar die eerste pijl, die moet even een keertje goed vallen voor O'Shea. Hij is wel aan het zoeken ermee, maar vaak te hoog, soms te laag. Het valt allemaal nog niet helemaal lekker. Even rekenen, dan komt hij als het goed is op de 19 uit. 97. Klopt helemaal. 167. Nu moet hij iets goed mogelijk wegzetten, Thornton. Triple 20 helpt. En de dubbel 17. Tony Rico 126. Ook zeer zeker. Maar misschien gooit O'Shea wel 126 uit. Dan deze keer net niet. Het zou de derde 100 plus finish op rij zijn geweest in de partij. Nu is dan toch Thornton voor 4-1. En om meteen die break van O'Shea weer ongedaan te maken. En zelf Silverback voor de derde keer te breken. En 4-1 voor te komen in deze eerste kwartfinale van de Grand Slam of Darts 2013. Sick flag Robert to throw first. Game on. Ja, dan leek O'Shea toch even iets teruggedaan te hebben. Had hij ook wel. Maar dan moet hij wel doorzetten. En dat gebeurde dus niet. En daarom staat hij nu 4-1 achter. En heeft hij drie keer zijn eigen leg niet gehouden. 85. Hij zit ook nog niet lekker in zijn ritme, O'Shea. Ik heb het idee dat hij wat trager gooit dan in zijn voorgaande partijen. Ja, voor Thornton is dat prima. Hij gooit even nog zijn tweede 180. Vorige week had hij er ook een. Dat was de eerste dus. 121. Ik kan best wel een beetje tellen. Thornton klimt ondertussen op naar een gemiddelde van 100. Zit nu op 98. O'Shea blijft dan steken bij bijna 93. 97. Ja, voor O'Shea zijn het ook echt alleen maar scorende darts. Dus. Ja. 42. Daar gaat O'Shea dan proberen om het een ook maar weer terug te breken. Ja. 100. Ja, goed, voorlopig is die 1 uit 5 op zijn dubbels. Dan moet je dit soort kansen moet je dan wel pakken. Nou, dat is het verschil tot nu toe. Hè. Kijk, ze krijgen allebei kans op de dubbels. O'Shea missen en tot nu toe is Thornton er als de kippen bij om dan uit te gooien. Ook nu weer. Al heeft hij er dan nog een extra dart voor nodig. Dat geeft helemaal niks als je nummer 1 gooit. 100. Ja, er is slechts één leg in deze partij geweest. Dat was de derde leg. Dat O'Shea geen dart op een dubbel heeft gehad. Ja, als hij ze wel gooit, dan kan het ook dus 5-1 voor hem zijn. Hè? Zo dicht zit het eigenlijk bij elkaar. Ja, dan kijk je naar het scorebord, zie je 5-1 staan. Dan denk je, Ik krijg een billenkoek. Wedstrijd, ja. Dat is maar één ding dat hij nalaat. 140. Maar toevallig wel meteen het meest belangrijke ding. Absoluut. Honderd.
Ja, die hebben we straks. Dat kan nog wel even duren. Ted Henke tegen Scott Waits. Hangt er vanaf hoe snel het gaat hier. En dat zal dus op dit moment vooral van Tony O'Shea afhangen. 140. Gaat hij zijn dubbels gooien en kan hij dichter bij Thornton komen. Hij moet wel wat gaan doen. Hij moet dat publiek achter zich krijgen. Dat publiek kan nog een factor zijn. Ik heb het vermoeden dat ze echt wel O'Shea zullen steunen. Maar ja, dan moet hij ook wel wat laten zien natuurlijk. Ja, hij zal zelf niet het publiek gaan ophitsen ofzo. Nee. Zo is hij ook weer niet. Zo is hij zeker niet. Maar, dan beginnen ze toch weer. 96. Tony required 32. Nou, dubbel 16. Gewoon gooien. Dubbel 8. Gewoon gooien. Dubbel 4. Ik durf het bijna niet meer te zeggen. 28. Ja, en zo ga je geen wedstrijd winnen hoor. En dan maakt het heel weinig uit tegen wie je gooit. Want daar is Thornton weer. Die heeft de triple 20 al te pakken. 5 en tops. Pikt hij er weer een. 65. Nou, nog niet. Inmiddels is O'Shea 1 uit 10 of nog meer. De tel niet eens bij kunnen houden. Ja, weer 3. Keurig naast elkaar. Zet er maar een streep doorheen door O'Shea. 1 en 13, ja, het klopte. Ja, en Thornton mist er ook wel eens eentje, maar uiteindelijk gooit hij hem toch. Ja, en dit begint nu toch wel ernstige vorm aan te nemen. Hoewel we natuurlijk wel gisteren, O'Shea staat nu op 1-13, we zagen Adrian Lewis, die begon 1 uit 14. En daarna was hij 9 uit 11 op zijn dubbels. Ja, ergens moet hij ook een beetje het goede gevoel zien te vinden. Het vuur zit er ook nog niet echt in bij O'Shea. 16. Ik zei, willen wel. Ja, als hij nou eens, dat deed hij dan net. 100. Flink zou kunnen gaan scoren en blijven scoren. En gewoon eerder in de buurt van die finish komen dan Thornton. Hij is op tijd bij die finish, maar je moet ze uitgooien. En nog meer ruimte creëren. Ja, maar je krijgt geen 9 pijlen per leg voor een finish. Dat krijg je tegen niemand in dit toernooi. Zeker niet als je helemaal in de kwartfinale staat. Dus met andere woorden, toch gewoon uitgooien. Dat is de enige remedie. 60. Ja, 180 en dan toch 160 erachteraan. Dan is Thornton eigenlijk alweer bij. En nu maar weer hopen dat Thornton Robert, you require 110. Die 110 niet omtovert tot 0. Die begint met de triple 20. En die gaat naar tops. En die gooit hij er net onder. Nou, ook Thornton mist echt wel dubbels. Maar die mist er over het algemeen maar 1. O'Shea krijgt er maar 1. Voor dubbel 16. Weer niet. Robert, you require 20. Een geluiden van medelijden uit het publiek. Thornton naar dubbel 5. 15. Ja, misschien met een beetje hulp van Thornton dan, dat een keertje helpt. Oh, verder vandaan zeg, dubbel 12. Nou. Zo kan het ook. En O'Shea doet het zo. Het is bijna onvoorstelbaar. Maar we hebben nu 8 legs gehad. En alleen de tweede werd gewonnen door de man die hem begonnen. Dat was Robert Thornton.
Nee, dat kan, Twente moet er nog één gewonnen hebben die begonnen is. De zesde ja, leg. Sorry. Tuurlijk. Ik zag je denken. Nee, ik denk anders kan het verschil niet zo groot zijn. In de gaten houden, die visgraper. 100. Ja, voor je het weet. Zit je om 7:30 weer in de uitzending. Ja, de wereld draait wel door terwijl deze mannen aan het gooien zijn. Thornton met, dat controleer ik dan even voor ik het zeg. Ja, dat is een derde 180er. O'Shea moet naar de 19. En daar pakt hij een triple mee. Kijk, dit is een goede leg van beide mannen. En O'Shea als eerste vanaf 129. Triple 20 en bullseye. Is constant maar aan het kijken of hij goed staat. Ik heb het idee dat hij denkt dat hij niet goed staat. Of het te dichtbij is, of dat het te ver weg is voor zijn gevoel, ik weet het niet. Ja, nu je het zegt. Hij gooit een beetje twijfelend af en toe. Ja, hij krijgt wel weer de kans gewoon. En wanneer gooit hij eens een keer een dubbel met één pijl dan? Triple 16 en dubbel 12. Nou, nu eindelijk een keertje dan. Weer die dubbel 12. Ik zeg, Tony O'Shea moet zoveel mogelijk 24 overlaten aan het eind. Lijkt inderdaad de oplossing. Thornton laat zich niet helemaal uit zijn spel brengen. Gooit en passant zijn vierde 180. En wat ik nou wel zeker weet is dat O'Shea zojuist voor de eerste keer zijn eigen leg over de streep gebracht heeft. En dat Thornton twee keer achter elkaar 180 gooit. Vijf in totaal nu voor de Thor. Ja. Dan ben je zo bezig met die zevende dart ook nog in de triple 20 te gooien. Dat je toch even je concentratie kwijt bent. Maar dat maakt in dit geval niet zoveel uit, want O'Shea was nog een heel eind weg. En O'Shea kan wel op een finish komen nu. Maar hij staat toch op respectabele achterstand. 140. Robert, you require 16. Dit is de tiende leg. Dit is Thornton die naar dubbel 4 gaat. En die dubbel 4 gooit. Dan hebben we even een kleine onderbreking. Robert Thornton wint ook het tweede gedeelte van deze wedstrijd met de cijfers 3-2. Totaal is het nu 7-3. Ja, wat O'Shea dus goed deed tegen Andy Hamilton in de achtste finale was zijn eigen legs houden en de partij zo naar het eind brengen. Alleen zit hij nu aan de verkeerde kant van het scoren. Zal er dus nog veel meer nodig zijn dan dat. Maar in ieder geval, deze moet hij wel winnen. Om te beginnen. Nou ja, zo langzamerhand begint Thornton die triples wel heel makkelijk te vinden. Ja, die heeft natuurlijk ook het comfort van die 4-legs voorsprong.
60. En O'Shea blijft maar zoeken. En niet vinden. En dan is dat toch raar. Hè? Heeft hij 4 partijen op dit podium gespeeld. Geen probleem. Alles liep vlotjes. En dan stap je wedstrijd 5 dit podium op. En dan lijkt het wel of het helemaal anders is. Ja, terwijl de machine bij Thornton daar nog niet bepaald op volle toeren liep. 140. Maar we komen nu bij de grote wedstrijder. Dit is er één. En ik zeg, Robert Thornton heeft het idee dat hij een Premier League wedstrijd staat te spelen. Ja, het staat goed te gooien. Een 9 darts op dubbel 8, daar kun je ook dan niet zo heel veel aan doen natuurlijk. Maar ja, het is wel weer in de leg van O'Shea. 190. De derde voor O'Shea. Thornton heeft er 4 in de laatste 3 legs. Niet uit in 10, wel uit in 11. Robert Thornton naar 8-3. O'Shea is inmiddels voor de 5e keer gebroken. Het verschil in gemiddelde is echt nog steeds niet heel groot. Thornton zit op 98. 100. O'Shea gaat naar de 95 toe. Maar het zit hem zoals gebruikelijk in de dubbels. 140. 17% voor O'Shea en 32% voor Thornton. 140. En Thornton is ook nog eens op weg naar 9-3. En dan heeft hij nog 7 gewonnen legs nodig. 140. Het enige wat Robert Thornton hoeft te doen 140. Is het niveau vasthouden. Gewoon degelijk goed blijven gooien. En dan staat hij in de halve finale. 56. Tony require 121. Maar toch blijven er gaatjes vallen af en toe. Ondanks het goede spel van Thornton. 57. Robert, you require 25. Kijk, ook nu valt het toch weer een gaatje. Tony requires 64. Dubbel 16, jazeker. Tony O'Shea. Ja, dit is de eerste leg die misschien een beetje pijn zal doen bij Thornton ook. 13th leg, Tony to throw first. Game on. 3 keer 140 in je eigen leg en hem dan niet winnen is nooit leuk. 100. 12 legs gehad inmiddels. En slechts 4 met de darts mee, waarvan 3 voor Thornton en 1 voor O'Shea. 100. De leg der constantheid. Welke leg? Toe, allemaal 100. O'Shea maakt daar een einde aan. Tony require 121. Hij hoeft nog niet te wanhopen hoor, Tony O'Shea. 57. Langzaam maar zeker gaat hij ook wel iets beter spelen. Maar ja, Thornton blijft ook wel de druk erop houden.
Ook nu weer. De vorige leg was hij succesvol hier. 32. Nu niet. Robert, you require 62. Ja. En de volgende break. 9-4 voor Thornton. Heeft O'Shea wel eens een keer zijn eigen leg gehouden nadat hij Thornton had gebroken? Ja. Dat idee heb je bijna niet dat hij dat doet. Negende leg. Oké. Deed hij dat. Achtste had hij hem gebroken. En de negende maakte hij 6-3. 100. Het zijn geen slechte gemiddelden natuurlijk, ook van O'Shea niet. Maar toch mist de wedstrijd iets. Een beetje peper, een beetje vuur. O'Shea kan onvoldoende terugdoen. En wat je zegt, die paar keer dat hij Thornton breekt, weet hij dat op één keer na niet te verzilveren. En wat je dan krijgt is zo'n jojo-wedstrijd waar het verschil heel lang... Ja, tussen 3 en 6 legs blijft zitten, zeg maar. Maar het nooit echt kleiner wordt het gat. Voor O'Shea geldt 1 koolmees maakt nog geen winter. 140. Het moeten er meer worden. Robert, you require 121. Tony, you require 136. Robert, you require 79. 79 voor Thornton. Gaat naar dubbel 11. Ja, binnenkant en dan... 71. Ja, die laatste dart in de vorige beurt van O'Shea had hem tops op kunnen leveren. Nu blijft er 49 staan. Het moet via dubbel 16. Hij gaat nog eens een keer goed staan. Dubbel 8. Nee, het zit er niet in. Robert, you require 8. En nu zijn we tot het punt aangekomen waar Thornton nog net zoveel legs nodig heeft als dat zijn voorsprong is. Dat is altijd een lekker gevoel. Want dan weet je ook dat je tegenstander 2 keer zoveel legs moet winnen dan jij. 125. En dan weet je ook dat je wat marge hebt. Ja. Wat ruimte om misschien 100. Links en rechts nog een foutje te maken. Zolang je maar met regelmaat je ding blijft doen, komt het goed. 100. Ja, dat was toch alweer zeker... 4 legs geleden. Nummer 7 voor Thornton. 100. En weer het initiatief te pakken. Hij is herenmeester voorlopig. 100. Robert, you require 96. Ja, dan gaan we richting 11-4. Het is 11-4. En 11 plus 4 is 15. En dus gaat het al nog even wat langer duren voor de beide mannen. Dan zijn we zo terug.
Leg nummer 16 met Robert Thornton. Die van 8-3, 8-4 moet ik zeggen, naar 11-4 is gegaan. Ja, O'Shea moet echt een run gaan maken nu. Ja, je vraagt je af of hij daar zelf nog geloof in heeft. En Thornton staat gewoon ook goed te gooien. Laten we daar ook geen misverstand over laten bestaan. Dit is al zo'n 880. Dus zijn gemiddelde zit gewoon op 100. O'Shea zit op 95. Het geeft ook wel aan dat het dicht bij elkaar zit. Ja, de finishpercentages. Thornton is 33%. O'Shea is 18%. Daar wordt het verschil gemaakt. Nergens anders. 91. Blijf maar naar beneden kijken, O'Shea. Kijken waar zijn voet staat. Terwijl de hockey toch echt precies hetzelfde is als bij de BDO. Ik ga er wel vanuit in ieder geval. 91. Tony Unicorn, 121. 121 voor O'Shea. Nee, triple 17 weer niet. 97. Wel weer goed weggezet. Maar ja, Thornton. 39. Voor 12-4. Zo. 12-4. 16 flag, Robert Thornton. 17 flag, Tony to throw first. Game on. En 4 legs op rij nu voor de schot. Dit gaat Tony O'Shea niet meer goed maken. 100. En dat betekent dat O'Shea zijn kwartfinale plaats van 2009 niet kan verbeteren. Ja goed, het is natuurlijk ook, als je deze kwartfinale wint, dan ben je voor de aankomende 2 jaar weer verzekerd van de Grand Slam of Darts in principe. Want de halve finalisten van de Grand Slam of Darts mogen 2 jaar terugkomen. Nu mag O'Shea volgend jaar sowieso nog wel terugkomen. Dat heeft natuurlijk dit jaar de finale op Lakeside gespeeld. 57. Ja, je kunt het altijd maar zo lang mogelijk weer verlengen. Ja, en Thornton, die gaat op dit toernooi voor het eerst de halve finale halen. Als hij de laatste formaliteiten vervult. Die kwam ook 1 keer tot de kwartfinale tot nu toe. 92. Tony Requan, 121. In 2009, hetzelfde jaar als dat O'Shea dat lukte. Terwijl O'Shea naar dubbel 18 gaat van 121, maar mist. Tony Require 36. Dan eindelijk weer een leg voor O'Shea. De tweede leg die hij zelf begonnen is, die hij weet te houden. Hey, je ziet meteen het publiek, hè? Die willen wel. Die willen een wedstrijd zien. Die willen spanning, die willen sensatie. Maar het is erg eenrichtingsverkeer op dit moment. Nee, bij Thornton heb je ook niet het idee dat hij heel snel minder zal gaan gooien. Die laat zich echt niet gek maken. One hundred.
60. Dat is nummer 5 voor O'Shea. En dat zou kunnen betekenen dat hij voor de vierde keer een leg gaat afpakken van Thornton. Als hij 20 een tops gooit. Nee, het zit er gewoon niet in vandaag voor O'Shea. 5 uit 25 nu. Dat is precies 20%. En zo komt Thornton op 13-5. Het is jammer voor O'Shea, maar hij heeft gewoon zijn dag niet. Af en toe kan hij iets laten zien, maar het is tegen Thornton veel te weinig. 100. Zo langzamerhand begin je ook het idee te krijgen dat hij het echt heeft opgegeven. Het zal niet bewust zijn, maar onbewust. Het besef dat je met een 8 legs achterstand nog op een wonder mag hopen, maar verder toch niet. 100. Roy, you require 140. 95. Twee opa's tegenover elkaar. Dat kan dus ook in de darten. De man die tijdens dit toernooi opa is geworden, staat er verreweg het beste voor. Hij gaat naar tops. 25. Gooit hem nog niet. Qua kleinkinderen staat Thornton wel op een flinke achterstand bij O'Shea. Die heeft er al 7. 20. Robbie, you require 20. 14-5. 20 flag, Robert to throw first. Game on. En hij heeft nog maar 2 legs nodig. The Thorn. En dat betekent dat dit televisietoernooi er voor O'Shea op zit. Lakeside in januari, daar zal hij naar uitkijken. Maar eerst komt hij nog naar Nederland toe natuurlijk. Begin december in Egmond aan Zee, de Zuiderduin Masters. Daar komen alle grote namen van de BDO nog een keer samen. Dus als je die nog een keertje wil zien, dan zou ik zeggen, zien we elkaar daar. 60. Pak de agenda's er vast bij. Ja, want het is druk zat nog in deze dart winter. Als we deze Grand Slam of Darts gehad hebben, dan beginnen we op 29 november alweer met het volgende televisietoernooi. De Players Championship Finals op RTL7. En natuurlijk 13 december, dan begint het toernooi waar het allemaal echt om draait. Wie mag zich
wereldkampioen 2014 noemen. Want die titel gaan we omstrijden. Vanaf 13 december en dan de finale op 1 januari. Nieuwjaarsavond. Het is een mooie traditie aan het worden. Dan zit iedereen voor de buis om het darts te kijken. Eerst het nieuwjaarsconcert, dan het schanspringen en dan het darts. Een mooie volgorde. 100. Robert, you require 164. Tony, you require 141. 125. Robert, you require 68. Ja, Shea op dubbel 8. Maar gaan we hem daar nog op zien gooien? Of gooit Thornton tops en maakt hij er 15-5 van? Dat doet 28. Hij niet. Tony requires 16. No score. Ter illustratie van deze wedstrijd. 40. O'Shea mist er weer eens 3. Thornton gaat staan. En Thornton mist er ook nog 1. En hij mist er nog 1. En die wil toch echt wel gaan uitrusten zo langzamerhand. En vooruit gaan kijken naar de halve finale. Maar hij zal nog even moeten wachten. O'Shea weer met die ellendige dubbel 8. No score. Robert, you require 10. Ja, ze kan het ook. En dan gaan we na 20 legs toch nog even passeren bij de stand 15 Thornton 5 O'Shea. Ja, 4 sessies gehad. 3 keer 4-1, 1 keer 3-2. Het zijn ook wel duidelijke cijfers. Het is Thornton die gewoon de hele wedstrijd de sterkste is. En de score is wel wat groot uitgevallen. Dat mag je toch zeggen, want zo slecht gooit O'Shea ook weer niet. Met een gemiddelde van bijna 95. Maar ja, het zijn de dubbels die het hem doen. En met name de dubbels van Thornton die het hem doen. O'Shea kan triple zat gooien. 140. Dat was wel zijn 20ste 140 in deze partij. Nogmaals, qua gemiddelde ontloopt het elkaar heel weinig, maar O'Shea op de dubbels 5 uit 31 is 26 keer mis. Thornton is 15 uit 45. Ja, dat zijn meer missers, maar ook veel meer kans op de dubbel. 79. Robert, you require 145. En veel meer raak. En dan is dit dus gewoon voor de wedstrijd. Want in die fase zitten we al. 65. Tony, you require 19. Nee. En misschien is het ook wel
beter dan het over is. O'Shea is er ook wel klaar mee. Thornton voor 80. Die gaat naar dubbel 10. Die gaat naar dubbel 5 met een licht cynisch knikje. Tony requires 16. Wordt het dan toch nog 16-6. 16-6, ja zeker. Dat wordt eerst 15-6. 22nd leg, Robert to throw first. Game on. Goed, maar je hebt waarschijnlijk wel gelijk. Doe jij het even verder, Sjaak? 100. Absoluut, een van de smaakmakers van deze Grand Slam of Darts ook weer, Tony O'Shea. Ja, daar doet deze wedstrijd niks aan af. Nee. Het was leuk om hem weer te zien. Het was leuk dat hij erbij was. Al ik ga het hier niet redden tegen Thornton. Het verschil is eigenlijk al te vroeg in de wedstrijd gemaakt. O'Shea, na 8 legs had hij in 7 van die 8 legs darts op een dubbel gehad. Hij won er maar 2. En als je daar gewoon nog op 4-4 staat, of wat dichterbij in ieder geval, dan heb je nog kansen. Deze is nog voor de fans. Misschien is het wel het afscheidscadeautje. $105. Robert, you require $65. Topsalver voor Thornton. Dit is voor zijn eerste halve finale plaats op de Grand Slam of Darts. En die gaat er echt wel komen. De vraag is alleen nog even wanneer exact. Dan nu toch wellicht. Ik zeg het met enige voorzichtigheid. Hij moet het alleen nog even afmaken. En hij heeft het afgemaakt. Robert Thornton was van het begin af aan te sterk voor Tony O'Shea vandaag. Dat kan een andere keer weer anders zijn. Maar dus niet op 15 november 2013. 16-6 inderdaad. Jacques, ik had gelijk. Jij had gelijk. Robert Thornton staat in de halve finale.